Nee hoor, ik heb je niet gevonden. Nee, dat klopt. Ik vond hem. Heeft u haar? Joop. Heeft u die steen bij u? Joop heeft hem. En het is zou hem teruggeven uit de eigenaar. Ja, dat ben ik. Ik ben de rechtmatige eigenaar. Oh ja, hoe kan dat dan? Hoe kan dat ding hier komen dan? U was hier gisteravond helemaal niet. Het is mijn geluksteen. Is voor u van geen enkele waarde. Oh, voor u wel. Ja, ik betaal u wat u maar wilt. Als ik hem maar terugkrijg. Hé, hey Joop. De helft is van mij. Eigenlijk meer dan de helft. Ik heb hem gevonden. Thuis op de piek, meneer. Voor thuis op de piek krijgt u hem terug. Prima. Geen punt. Cash, ik betaal nu. Nou, waar is mijn steen? Ik heb hem nu. Hé? Waarom niet? Wat moet je er niet mee, Sjaak? Met de felle roststreek. Weet jij wie haar heeft? Ik betaal je 100 piek. Als je zegt waar ze nu is. 200. Ik wil ook wat. Dat is prima. Goed, oké. 200. Nou, kom op. Ik doe het niet. 300, 400? Ik verleng mijn gammers niet. Weet jij waar ze is? Weet jij wie haar nu heeft? Ik geef je 500 gulden. Jezus, Joop. 500? We doen het niet, ja? Einde gesprek. Kom. Heeft Ronnie nou nog gebeld? Ronnie zou toch bellen? Wat een joekel, hè? Weet je wat dat kring waard is? Honderden duizenden guldens. Veel meer. Ze hadden het erover op tv. De blauwe duivel. Dat is een diamant die ongeluk brengt. De hele familie is al naar de kloten gegaan door dat ding. En jij gelooft dat? Weet ik veel, het is gewoon zo. Hoe heette die mens ook alweer? Van Tellingen. Ja, Van Tellingen, ja. En die vertelde dat alles mis was gegaan sinds ze die diamant in hun bezit hadden. Nou, ik geloof al die onzin niet. Nou, ik vind het eng. En ik wil dat ding niet in huis hebben, Karel. Ik ga Ronnie zelf even bellen. Ik heb een rot gevoel. Jij denkt toch niet dat ik dat kring terug ga brengen naar die rijke stinkers, hè? Ik heb er ook geld voor betaald. Hoeveel dan? 100 piek. Nou, als jij hem terugbrengt, willen ze dat heus wel terugbetalen. Als dat ding miljoenen waard is. 100 piek voor een ding wat miljoenen waard is. Ja, doe het nou maar. Straks gebeurt er met ons ook nog wat. Vraagt die ene prostituee aan die andere. Wat vraag jij aan Sinterklaas? Zegt die ander 50 piek, net als iedereen. Dat is lang geleden. Wat? Dat we hier nog zo gelachen hebben. Ja, dat is het zeker. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ben jij zo blij dat mami weg is, papi? Boris is ook weer helemaal zichzelf. Hè? Heerlijk, ik geniet. Nee, Boris. Ik ben niet blij dat ik van je moeder af ben. Want ik ben niet van af. Ze komt op de zaak werken. Hè? We zijn de boel op een rijtje aan het zetten. En dat gaat stap voor stap. Ze heeft er recht op te doen wat ze nu doet. Het is heel goed wat er gebeurt. Goed, bravo, Thomas. Jezus is terug op aarde. En misschien zou het voor jou ook goed zijn om eens na te denken over wat te doen met deze... Positieve energie. Precies. Hè? Een opleiding volgen bij GIA bijvoorbeeld. Ja, wie weet. Hij zegt wie weet, hoor je dat, Ellie? Hij zegt niet eens donder op. Dat is een historische doorbraak. Hè? Dat is een historische doorbraak. Joop heeft een vriendje. De haalnoot en de gestolen spullen. Ja? Daar heeft hij hem gebracht. Denk ik. Heb je zijn naam en adres? Ik denk 200. Ja, ja, die heb ik hier voor je. Hier. Gelijk oversteken. Alsjeblieft. Met Van Rijnsburg? Wat? Mijn god. Ja, we komen meteen. Ja? Ja, we komen meteen. Het is Ronnie. Wat? Hij heeft een ongeluk gehad. Ernstig? Ik weet het niet, ik geloof het wel. Oh mijn god, hij ligt in het ziekenhuis. Waar zijn mijn sleutels?
Waar zijn mijn sleutels? Oh. Ja, maar wat voor ongeluk dan? Wat is er gebeurd? Ik weet het niet. Karel, ik ga naar het ziekenhuis alleen. En jij gaat met die steen terug naar die familie en je geeft hem terug. Ik wil die duivel hier niet langer hebben. Ja, maar wacht nou even. Je denkt toch niet dat Ronnie een ongeluk heeft gehad omdat die steen... Weg met dat ding. Blijf nou rustig. Oh, je ziet mij niet meer terug, Karel. Hoor je dat? Heel klein waren toen we nog in Zaandam woonden. Dat waren mooie tijden. Vroeger was altijd alles mooie. Oh nee, dat zul je mij niet horen zeggen. Maar er komen weer hele mooie tijden aan. Dat denk ik ook. We hebben een hele moeilijke periode achter de rug, maar die is nu voorbij. 7 nieuwe vette jaren staan ons weer te wachten. Ja, ik denk het ook. Vette jaren? Klinkt wel saai. Gezegde van Boris, vette jaren klinken saai. Momentje, Thomas is voor jou. Iets zakelijks, Karel, nog wat. Ik ken het niet. Van Tellingen? Wat zegt u? Goeie God. Ja. Ik moet even naar de zaak. Nou nog? Waarom? Dat is niet belangrijk, ik moet even. Is er iets? Nee. Echt niet. Dat is geen probleem. Even iets dat de gedachte bezig. Zal ik met je meegaan? Nee, het is iets zakelijks. Ik bel Anton even uit de auto. Die moet maar even komen. Ja, dat is nou weer het nadeel van het lieve neertje van papi zijn. Moet je s'avonds weer opdraven. Dat betreft heb ik het veel beter. Wacht niet op. Wat is er aan de hand, Anton? Ik moet even naar de zaak. Was dat Thomas? Ja. Nu nog naar de zaak? Waarom? Wat is er dan? Ik weet het niet, hij wil niks zeggen. Het is niks ernstigs, zegt hij. Ik ga maar even. Ja, maak je nou maar niet ongerust.